Yo mensen, leuk jullie kijken. Dit is een nieuwe video van Genma Gaming. En sinds eigenlijk voor het eerst... Oh, je bent Robin. Wacht even. afgelopen zondag was voor het eerst een Call of Duty 2 video. Nu is er weer een Call of Duty 2 video. Maar nu gaan we het echt over Call of Duty hebben. Black Ops trouwens, Black Ops 2, sorry. En ik ben hier samen met Ruben en Robin. Dat wil ik heel graag zeggen. Het is best verwarrend eigenlijk. Maar... Ja, die laatste is Robin en de andere is Ruben. Ja, ja. Inderdaad. Oké. Okay. Ja, nou zoals dus even voor de duidelijkheid, ik ben Ruben. Nee! Nee, andersom. Uh-oh. Negeer de namen maar gewoon. Je weet, Ruben is het vaak in de video's. Robin heeft één keer eerder meegedaan met de video en is echt knijt irritant. Daarom wil ik eigenlijk ook liever niet dat hij erbij zit, maar... Met die foto. Ja. Ik zal een linkje in beeld zetten. Als je Robin wil zien, dan moet je hierop klikken. En dat is echt dan gewoon naar de video. Ja, naar de video. Oh, ja, vergeet me vooral niet een like achter te laten en te subscriben. En, ja. Voor die foto. Voor, dat is wel belangrijk. Ja, dat is vrij jammer allemaal. Op de planning staat op woensdag. Dit is woensdag. Of in het moment het uploaden. Willekeurige woensdag. Dat is dit. Willekeurige woensdag. Dit is maar een random game. Met random mensen. Ja, voor Robin. Die naam heb ik overigens bedacht. Dus, die heeft Robin inderdaad bedacht. Ja, bedacht goeie ik wel naam, later. Goeie naam. Ja, heel goed. Laten we het gewoon hebben over Call of Duty 2, want ik vind het eerlijk gezegd een best goed spel. Ik vind het gewoon, ja, ik vind de gameplay vind ik wel aardig. Ondanks dat het qua graphics eigenlijk hetzelfde is als alle vorige Call of Duty's. Ik vind het een goed spel op zich, Call of Duty Black Ops 2. Ruben heeft echt heel duidelijk laten weten dat hij dat totaal niet vindt. Dus, nou, verklaar en argumenteer. Voilà, het met jou. Oké. Ja, ik hou er gewoon van. Dat is het gewoon. Nee, als je gaat kijken naar andere games, bijvoorbeeld Battlefield, dat is de enige. Euro Truck Simulator 2. Ja, die. Ik weet echt niet welke je bedoelt, maar nee, goed. Die heeft fucking mooie graphics. Dat is een serieus dat je gewoon een van de vrachtwagen bestuurt en dat je boetes krijgt als je ander aanrijdt en het is echt super lame. Ja. Oh ja. Maar goed, ja, als je het daarmee vergelijkt met Battlefield 3, Ik ben meer zelf van de teamplay. Dat je gewoon met 8 mensen kan je in 2 squads of zo, dat je lekker mensen gaat afknallen. Ik wil heel veel onderbreken. Ja. Iets verder van de microfoon. Sorry. Oh, wacht. Mijn plopkap zit er niet op. Oh, vandaar dat het altijd geblazen in de microfoon, jongen. Ja, klopt. Yo. Wacht even. Kut. Ja, die zit erop. Waar was ik? Ja, teamplay. Oh ja, teamplay. Ja, teamplay vind ik belangrijk. Ik hou niet zo van dat dat snel spannen en afknallen en zo, ja. Vroeger, de vorige versies, de 1, 2, 3, gewoon echt met de Tweede Wereldoorlog, die vond ik echt, dat waren goede Call of Duty's. Nou, ja. De laatste sinds, wanneer was dat? Na Call of Duty, weten jullie dat, Nou, de eerste sinds de Modern Warfare, denk ik. Ja. Dan vind je gewoon het teamplay gewoon niet echt gewoon kut, zeg maar. Ja. Ja, en de killstreaks en de hoe heet het, power-ups en zo. Ja. Nou, eigenlijk heb ik het een beetje tegenovergesteld, want ik juist in Call of Duty, of ik zeg altijd zo om door elkaar, Battlefield vind ik niet zo heel boeiend, omdat je heel erg samen moet spelen. En ik heb daar gewoon het geduld niet voor. Ik heb er de vrienden niet voor. Dus je bent gewoon een outie. Dus jij hebt niet de vaardigheden om met teammates die je niet kent samen te werken. Daar komt het wel op neer. En ook gezien dat je zeg maar geen in-game communication is, wat er blijkbaar wel met Call of Duty is, wat ik overigens heel, heel vreemd vind. Ik heb laatst ook een nieuw gesprek met een Duitser gehad. En, nou ja, dat kan dus gewoon. Maar in Battlefield kan dat niet, wat ik echt heel storend vind persoonlijk. Dus je kan gewoon heel moeilijk samenspelen. En bovendien had ik met Battlefield altijd heel erg het idee dat je heel weinig controle hebt over of je doodgaat, killt en zo. Ik werd meestal gewoon echt random ineens doodgeschoten vanuit het niets. En dat vond ik best wel frustrerend. En met Call of Duty heb ik dat gewoon minder. Het is meer gewoon, het is eigenlijk duidelijker. Het is simpeler. Dat is het. En ik denk dat dat juist gelijk is wat veel mensen vervelend vinden. Dat het zo simpel is. Ja, maar dat komt omdat je gelijk weer spant. Hè? Je kan gelijk weer verder. Dat is niet, dat is niet in iedere game mode zo, geloof ik. Dat klopt, niet in iedere game mode. Maar wat ook een beetje het gevaar is van de lage instapdrempel van Call of Duty. Als je bijvoorbeeld zit te voice chatten. 9 van de 10 keer heb je gewoon een 4 jaar oud Brits kind in je chat zitten. Of dat is fucking irritant. Ja, of een Duitser die beweert dat hij zoon van Michael Jackson is en dat hij het geweldig vond om uit het raam gegooid te worden. Inderdaad. Dat was bij mij het geval. Dus. Heb je dat serieus meegemaakt? Of mensen die zeggen dat ze
alle standjes uit de hele Kama Sutra met je moeder hebben gedaan. Die mensen heb je ook heel veel. Oh ja, dat is ook wel leuk, ja. Ja, ja, dat is op zich wel lachwekkend. Ja. Met mensen die uitschelden voor noob. En om vervolgens te gaan ragen als een malle als je hun killt. Oh ja, dat is ook zo mooi. Heel, heel irritant. Ja, nee, dat klopt. Het is inderdaad, maar ik denk ook dat inderdaad. Gewoon mensen die op een hele vervelende manier spelen. Call of Duty staat wel bekend eigenlijk om een hele vervelende community. En dan heb je het ook over eigenlijk de fanboys. Klopt. Die gewoon instant Call of Duty gaaf vinden. Hoe dan ook. Hoe kut het spel ook is. Dat het spel, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Call of Duty gewoon iedere keer allemaal uitbreidingspakketten zijn. Omdat het iedere keer op dezelfde engine draait en ook steeds hetzelfde eruit ziet. En de gameplay verandert vrij weinig. En toch betaal je er iedere keer €60 voor. Over het algemeen. Soms heb je goedkope aanbiedingen, maar los daarvan. Ja, op het moment van opnemen, zeg maar, kost Black Ops 7 voor de PC nog €40. Maar het is nog best veel gezien Modern Warfare 2 bijvoorbeeld. En dat is niet eens waar wat je nou zegt. Dat is volgens mij wel waar. En bij de, toevallig bijna zonder reclame te maken, maar de mediummarkt was €40. Maar er waren gewoon andere plaatsen waar je gewoon dik €50 voor betaalde. Even zien, de goedkoopste webshop hier met verzending en alles erbij. Die kostte €42. Ja, nou ja. Oké, €42. Maar alsnog, het is wel gewoon veel voor een uitbreidingspakket in feite. En voor een spel, nou ja, waar het gewoon een beetje te betwisten valt wat er over te zeggen is. Anderzijds, ik heb het zelf nog niet kunnen testen, maar de singleplayer schijnt goed te zijn van Black Ops 2. Ja. Ik zal er niet veel over vertellen, omdat het allemaal gebaseerd is op andere verhalen. Dus het is een beetje third party dit, maar het is wel gewoon, de singleplayer schijnt goed te zijn. En dat is eigenlijk sinds lange tijd voor een Call of Duty game. Ook heel vaak hoor ik daar negatieve dingen over, zoals dat het bijvoorbeeld heel erg gescript is. En allemaal dat soort zaken. En toch, de laatste singleplayer van Call of Duty die ik heb gespeeld en ook de laatste Call of Duty die ik heb gekocht, dat was Modern Warfare 2. Daar heb ik toch van genoten. Ook al was hij niet heel sterk, het was wel gewoon. Die heb jij heel goed gespeeld, Erik. Ja, dat klopt. En dat is, in principe, het was niet een bijzonder goede game. Maar het was maar gewoon een leuk toetje na een hoofdgerecht van wel goede games. Nee, wat ik ook heel erg heb, want in games, eigenlijk, en dat zie je ook een beetje in de video's die ik eigenlijk upload. Ik vind games zoals Minecraft en Garry's Mod gewoon eigenlijk dat je gewoon met je creativiteit kan uiten. En een spel wat je heel even opstart, 10 minuten speelt en dan gewoon weer uitdoet. Vind ik heel chill. En dat is ook gewoon omdat ik nooit echt de tijd heb om uitgebreid te gaan zitten. Waardoor ik bijvoorbeeld Guild Wars en MMO, RPG, daar heb je gewoon heel veel tijd voor nodig. Klopt. Want anders begin je wel en dan maak je niet af, dan heb je nog niks aan. Ja, dat ja. Maar dat heb je met Battlefield ook vrij veel. Terwijl Call of Duty, dat zijn potjes van 5 minuten. In principe. En het is totaal niet realistisch. Maar het is even instappen, je doet gewoon even iets leuks en je hebt iets. Ik wil ook heel veel mijn dank uitspreken aan Robin, dat hij toch echt een meerwaarde heeft aan het gesprek. Ik dacht ik dacht echt dat hij alleen maar domme geluiden zou gaan maken. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook, maar toen blijkt deze discussie toch. Dat was je van plan te gaan doen, of niet? Ja, ik heb hier mijn boekwerk heb ik hier naast liggen. Met, oh, je hebt hier al hele lijst met je moeder grappen al klaar liggen? Die heb ik ook, ja, maar ook de lijst van rare geluiden. Demonstreer dus een paar. Eventjes een klein tipje van de sluier. Oké, nou dat was ook gelijk het hoogtepunt waarschijnlijk, want dat was inderdaad vrij. Het klonk inderdaad nog anders een hoogtepuntje. Ja, dat vind ik vrij jammer. Maar we hebben nog een paar minuten zeg maar achtergrondmateriaal, wat dus nogmaals Call of Duty is. En om mijn broer heel blij te maken, dit is gameplay van mijn broer. Oh, ja, scoren. Even applaus voor hem. Ik geloof dat de score uiteindelijk 600 om 3 is. Nee, het is geloof ik. Ik meen dat het in het. Ik wist het eerst zeker, maar ik ben scheiden. Ik weet het echt niet meer. Het viel. De score was niet overweldigend. Maar ik had een intro, zoals jullie gezien hebben, aan het begin van deze video. Een intro gemaakt bij deze video. Het is niet zijn beste gameplay. En ik dacht, die wil ik jullie laten zien. Dus ik pleur de hele gameplay er maar gewoon achteraan. Because why not? Is er nog echt iets wat jullie echt willen luchten, zeg maar? 30 seconden of zo. Nee. Okay. Ja, maar ik wil graag de auto doen. Als je dit een leuke video vond, subscribe, abonneer, hetzelfde, like deze video, laat een comment achter, volg ons op Twitter, MySpace, Hive, Facebook, stuur ons een postduif. Je kan het ook gewoon faxen natuurlijk. Ja, gewoon faxen. Faxen. MSN hebben we ook. Hebben we nee, MSN dat hebben we niet. MSN is de ouderwets, dat hebben we niet meer. Oh, Hives, dat hebben we wel. Ja, stuur ons een telegram.
Ja, ik had gezegd geloof ik, maar... Postduif had ik ook al. Nou, ik laat even al die zaken ter wereld helpen. Nu kijk je dan waarschijnlijk naar een zwarte achtergrond of zo. Of misschien ook iets anders aan film achterplak, maar dat... maakt niet uit. Wij hebben dus alleen Twitter, volgens daar... Misschien kun je gewoon wat ze nu anders misschien zwart zouden zien. Gewoon, ik... doen die bepaalheid. Oké, een foto van Robin. Ja, gewoon die footage. Ja, oké. Wat we nu al een tijdje aan het kijken zijn, dat is Robin die bepaalheid. Als jullie moeten kotsen, ik ben niet verantwoordelijk. Maar doe toch maar like als je kotst. En ook als je niet kotst. Ja, en nog een laatste ding. Als je dus zelf ook een mening hebt, dat je vast wel hebt over Call of Duty Black Ops 2 of de hele Call of Duty serie, of als je iets kwijt wil, laat het even horen. Dat is super chill voor ons. En de hele afkondiging, ik vind het heel onwennig om niets aan afkondiging te doen, maar dat heeft Robin al gedaan. Dus het enige wat ik nog te zeggen heb is bedankt voor het kijken en hopelijk zie je terug bij de volgende video. Tot ziens. Later. Toedels. Nee, is dat niet goed? Nee, latex. Dan latex. Dat doet me altijd zo denken aan Durex. Ja. Ja, daarom. Als met Durex om je knuppel verlies je geen druppel. Dank je.